Ja, dank voorzitter. De coronacrisis raakt ons keihard. Zeker de mensen die familieleden verliezen, die daar geen afscheid van kunnen nemen omdat ze anders besmet raken. Maar ook de mensen die in grote onzekerheid zitten over hun inkomen. Keihard als een economische drama. Voor bakkers, kappers, restauranteigenaren, ZZP'ers, taxichauffeurs, maar ook de oproepkrachten. De klapstoeltjes van de economie. En voorzitter, het is goed om te zien dat dit kabinet zware maatregelen neemt, waarmee we onze economie tijdelijk opofferen om kwetsbaren te beschermen. De ondernemers en werknemers die verdienen het omdat ze ontzettend geraakt worden en die verdienen onze solidariteit. Daarom is het goed dat dat steunpakket van 15 miljard euro er komt. Een ongekend pakket dat ook de steun heeft van de Denkfractie. Voorzitter, inhoudelijk. Denk is tevreden dat de Belastingdienst tijdelijk boetes achterwege laat en de invorderingsrente verlaagt. Ook tevreden dat er een uitstel komt voor ondernemers voor de aanslagen. De vraag van Denk bij de maatregelen is wel of de regering hier niet doet aan uitstel van executie, waarbij we bedrijven nu nog in leven houden, uitstel van betaling geven, waarbij ze later toch alsnog omvallen. Omdat ze al die uitgestelde betalingen alsnog moeten doen. Heeft de minister hier ook al over nagedacht? En voorzitter, dat de ondernemers met omzetverlies tegemoet worden gekomen met die maximaal 90% van de loonsom, zolang bedrijven werknemers niet ontslaan, is ook ontzettend goede maatregel. Ik denk wel graag weten hoe snel die maatregel uitgevoerd gaat worden, omdat we merken dat werkgevers zeggen we willen graag betalen, maar willen ook een klein beetje zekerheid en een beetje steun. En de kosten van de werknemers die gaan ook door. En voorzitter, hoe ziet de toetsing er achteraf uit en waarom kiest het kabinet niet bijvoorbeeld voor 90% van de loonsom over de afgelopen maand of over de afgelopen maanden, maar dan gedeeld door twee? Denk eens ook tevreden, voorzitter, over dat de regering een gift gaat doen voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van die coronacrisis. Een bedrag van 4000 euro. De ondernemers, kleine ondernemers, café-eigenaren, restaurant-eigenaren zijn hier voorlopig mee geholpen. Maar voorzitter, mijn vraag is wel, wordt dit bedrag nog ooit op enige manier getoetst? Of gaan we uit van vertrouwen? En wat brengt dit met zich mee voor de kans op misbruik? En ik wil ook graag weten hoe het zit met dit bedrag. Is dit belastingvrij? En ik wil ook graag weten van de regering of deze regeling wel genoeg is, aangezien is besloten om ook de kappers te laten sluiten. Moet dat beschikbare geld niet verhoogd worden? En voorzitter, dan een groep die vergeten is. De taxichauffeurs. Een doelgroep die hard getroffen is door die 1,5 meter eis. Die kunnen op dit moment ook gewoon niet door. En de vraag is of deze doelgroep ook daarvoor in aanmerking komt. Voorzitter, een ander probleem waar ondernemers mee lopen. Veel ondernemers moeten nog huur betalen terwijl hun zaak gesloten is. Wat kan de regering doen om verhuurders te stimuleren of desnoods te dwingen om huren te verlagen of tijdelijk op te schorten? En er zijn goede voorbeelden van verhuurders die aangeven dat ze het tijdelijk opschorten of zelfs kwijtschelden. Maar de vraag is, wat kunnen we doen om bedrijven die we met overheidsgeld redden, maar vervolgens alsnog failliet zien gaan omdat ze niet kunnen betalen aan hun verhuurders. Alles valt of staat bij de steunmaatregelen, voorzitter, met de uitvoering. En we hebben 2 weken geleden nog een debat gehad over de uitvoering van de regelingen. We zagen dat staatssecretaris Vuilbrief aangaf, bij de Belastingdienst zijn ze er klaar voor. Maar hoe ziet het kabinet dit, voorzitter, in het licht ook van de capaciteitsgebrek door bijvoorbeeld thuiswerken en de problemen bij de Belastingdienst? Hoe ziet de minister toe op het risico op verkeerde besteding door de terecht, overigens lichte toetsing? Waarbij Denk ook het morele appel doet op iedereen om met gezond verstand een beroep te doen op de regelingen als je ze ook echt nodig hebt, hoe lastig het ook is. Voorzitter, dan nog een ander punt. En dat gaat over dat er in tijden van crisis bedrijven soms enorme winsten maken. Door de sluiting van restaurants maken bedrijven als Deliveroo en Thuisbezorgd goede tijden door. En door het hamsteren draaien supermarkten en online verkoopdiensten zoals Amazon recordomzetten. En voorzitter, misschien moeten we ook een morele appel doen op die bedrijven om ons te helpen. U heeft nog een halve minuut. Want het is niet te verkroppen dat aan de ene kant ondernemers omvallen, terwijl andere ondernemers rijk worden. Is het een idee, vraagt de minister, om solidariteit en herverdeling af te dwingen door winsten die door de corona-uitbraak worden gemaakt wat zwaarder te belasten? Een soort corona-solidariteitstax voor sectoren en bedrijven die grote winsten maken als gevolg van de crisis. En tot slot, voorzitter, een aantal keer ook aangeven, de meest kwetsbare mensen mogen in ieder geval niet het slachtoffer worden van de crisis.
Hoe gaat de minister monitoren dat er niemand tussen het wal en het schip valt en dat we alsnog die mensen kunnen helpen? Dank. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, ik had een vraag gesteld over taxichauffeurs, omdat die een beetje tussen wal en schip vallen. Komen die nou ook in aanmerking voor de regelingen zoals die voorgesteld zijn in dit pakket? Nou, voorzitter, dat hangt natuurlijk ook weer van de specifieke onderneming af. Een taxichauffeur die mensen in vaste dienst heeft, ja, daarvoor geldt de regeling zoals we die net besproken hebben in de categorie werktijdverkorting. Taxichauffeurs die gewoon als ZZP'er aan de gang zijn, daarvoor geldt de ZZP-regeling. En zo zijn er allerlei onderdelen van regelingen die gelden. Maar er zullen ook regelingen zijn die weer niet op taxichauffeurs van toepassing zijn. Het hangt ook veel af van hoe exact die onderneming van die taxichauffeur eruit ziet.